initiatief genomen. Ik heb de bouwmeester gecontacteerd. U weet dat er een wereldwijd verbanden gezocht worden tussen ruimtelijke planning, publieke ruimte, architectuur en integratie. Mijn mening is dat dit een wijk is die leidt tot segregatie. Ik sta er niet alleen in. Ik verwijs naar wat sociaal-pedagoog Aarts vandaag in de morgen zegt. Dit is een reservaat, noemt hij het. Ik zou het woord niet in de mond genomen hebben. En er moet dus gekeken worden of die architecturale aanpak of die publieke ruimte niet contraproductief is. Ik moet zeggen, de bouwmeester heeft me gisteren een eerste bevinding gemaild. Heeft dus gezegd inderdaad dat hij mijn eerste analyse deelt. Dat dit een huisvesting is van lage kwaliteit, geen creatie van een buurt. Dat we moeten inzetten op verfijning van de publieke ruimte. Een meer groen karakter geven, echte cité-wijken. En hij zegt, we hebben een sterke geïntegreerde ontwerpvisie nodig die maatschappelijke winsten kan omzetten in een gefaseerde ruimtelijke aanpak. En hij ziet veel potentie, dat is een positief signaal.